Leerlingen van de basisschool kunnen nu makkelijker en efficiënter bijlessen volgen. Bijles.sr is een nieuw internetplatform waar kinderen bijlessen kunnen volgen. De initiatiefnemer, Donavi, liep al 15 jaar met het idee om dit te doen. Bijles.sr is een particulier initiatief en de bedoeling is om met een deel van de opbrengsten steeds opnieuw te investeren op het gebied van research en development, zodat wij een product op de markt hebben na een aantal jaar dat eigenlijk in de meeste huishoudens een begrip is. Het gaat er eigenlijk om dat heel veel kinderen niet altijd evenveel focus hebben in de klas en gauw afgeleid zijn, maar dat maakt ze nog niet zwak. En daarom is ons thema ook, of ons motto ook, ik ben niet dom. Als kind dat heel veel bijlessen heeft moeten volgen, dacht ik altijd eraan, hoe kan dit beter, sneller en efficiënter? En na heel lang nadenken heb ik op basis van 3 punten dit idee, zeg maar, shape gegeven. En dat is op basis van de prijs, kwaliteit en gemak. Sommige kinderen, of zeg maar veel kinderen, meer tijd nodig hebben om iets te snappen en iets goed uit te voeren, ook op de repetitie en niet alleen op bijles.sr. En daarom is dit initiatief zo speciaal. Het platform is heel eenvoudig en makkelijk begaanbaar. Het mooie van bijles.sr is dat het toegankelijk is via elk apparaat met internet. Met een internetverbinding. Dus daar praten we over een laptop, een PC, een smartphone, een tablet. En de gebruikerservaring is op allemaal even goed. Wij hebben heel simpele stappen bedacht voor de gebruikers. En dat is 1. Aanschaf van zo'n GuapTop op kaart. 2. Het bezoeken van de website bij les.sr. 3. Registreren en daarna inloggen. En de 4e stap is je code intoetsen of invoeren. En dan heb je 30 dagen toegang. Dus met 4 simpele stappen zijn de mensen er. Het platform is nu gericht op leerlingen van de basisschool, maar het zal uitgebreid worden naar VOJ en VOS. Ik heb hier 2 haartjes. Hoeveel haartjes moet ik er nog bij tekenen zodat ik 8 haartjes heb? Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zijn 6 haartjes. Dus 2 plus hoeveel is 8? Dat is 6. Want 2 plus 6 is gelijk aan 8. Dus nu is het echt de first believers die zich hebben aangemeld. En dat is een groep van 172 man. Hoge aantallen, dat is nu niet de focus. Kwaliteit leveren, zodat mensen door kunnen gaan met mond-op-mond reclame en kunnen zeggen, hey, dat ding werkt echt hoor, mijn kind is van een 4 naar een 6 of van een 4 naar een 7 gegaan. Dat is hetgeen dat we nu als topprioriteit zien. Het idee is langer dan 17 jaar oud. En ik zou ook niet zeggen dat het idee bij mij is gestart voor online bijles. Het is iets dat heel veel mensen wilden doen, maar de betaalmethode was altijd een issue. En nu met online payments neemt dat af. Maar er zijn nog heel veel mensen die geen toegang hebben tot de systemen. En in het jaar 2018 heb ik gezegd, ik wil een solution daarvoor bedenken. En dat is die Guap top-up kaart, waarmee je voor bijles kan betalen. Of zeg maar die je aanschaft om die toegang te krijgen naar bijlessen. Een lang gekoesterde wens van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, de NSBS, komt in vervulling. Het trottoir tussen het terrein van de stichting en de Derbystraat wordt verhard. Er komt een looppad met aanpassingen voor de doelgroep. Het heeft 7 jaren geduurd voordat uiteindelijk op donderdag 6 februari 2020 het startsein is gegeven voor dit project. De eerste brief die ik heb uitgestuurd met het verzoek voor het voetpad was 22 januari 2013. Dus dat is precies 7 jaar geleden. En vanaf die datum hebben we een aantal verzoeken uitgestuurd, gesprekken gehad,
Op den duur ben ik uitgeweken naar het ministerie van Openbare Werken, afdeling Verkeer, om het verzoek daar te deponeren. Hun antwoord was, het is niet ons pakje aan, het is van de wegenautoriteit, maar we zullen het zebrapad opnieuw voor jullie schilderen. Ze hebben een bordje daar geplaatst bij het zebrapad. Dat was het. Voor de personen met een visuele beperking is het een ellende om over dit stukje te lopen. Als het regent is het trottoir onbegaanbaar. Ik kwam een keertje naar het centrum. Het had geregend. En dat trottoir is zodanig slecht dat wanneer het regent, dan moet je op straat lopen. Of je moet lopen tussen het asfalt en het trottoirband. Dus in die zogenaamde plattegoot, veegoot. Daar moet je lopen. Met alle gevaren van dien. Want je kan aangereden worden. Je kan stappen in open rioleringen. En dat is me die dag overkomen. Ik ben toen gestapt in een open riolering. En dat Kira Heertori, dus dat mijn flash kotti. Want de mensen die mij goed kennen, ik hoor van om... ik ben niet de netste, maar ik moet een beetje netjes uitzien. Dus als zoetdottie en dat kon ik niet hebben. Dit project kon niet eerder starten omdat de middelen niet vrijkwamen. In december 2019 zijn de middelen vrijgemaakt, waardoor het uitvoeren van dit project mogelijk is. Wij voelden ons eigenlijk verplicht om dit looppad eigenlijk een sein te geven aan de regering, aan de beleidsmakers, om meer te geven aan die kleine groep, aan de groep met een beperking in Suriname. Ik kan me best wel voorstellen, wanneer je niet kan zien of wanneer je slecht ziet en je moet tussen alle auto's, tussen alle bromfietsen heen, je pad vinden naar waar je feitelijk moet zijn. Ik heb zelf ook een kleine operatie ondergaan aan mijn ogen, aan beide ogen. En op dat moment had ik ondersteuning nodig van mensen in de buurt, alles wat ik wilde doen. En dan moet je je voorstellen, mensen die moeten leven met deze beperking, hoe zij zich voelen. Eigenlijk is het een symbolisch voetpad, moet ik zeggen, want ik hoop dat het als voorbeeld zal dienen voor andere wegen, andere voetpaden in Suriname, in Paramaribo. En ook al vindt men dat de groep visueel beperkte klein is, ook deze mensen hebben recht om zich veilig te bewegen op straat. Zoals je ziet gaat het looppad helemaal ingericht worden voor de mensen die slecht zien. De berm wordt ook helemaal ingericht voor parkeer en looppad en de mensen op het looppad worden helemaal beschermd. Het looppad heeft een lengte van zo'n 310 meter. En we zullen ook overgaan tot het treffen van extra voorzieningen voor blindencentrum om de oversteek te doen naar de noordelijke rijbaan van de Redmondstraat. Ik hoop ook van hieruit, spreek ik ook de hoop uit, dat dit een voorbeeld is voor het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie om verder te werken hieraan. Misschien de binnenstad tenminste te voorzien van looppaden zodat deze groep met een beperking vrij kunnen lopen in de binnenstad of vrij kan lopen in de binnenstad.